President Daisy Boutersen heeft tijdens een residentietoespraak gisteren opgeroepen tot saamhorigheid in aanloop na de verkiezingen. De propaganda en verkiezingsstrijd mag volgens het staatshoofd fel en hard zijn, maar de eenheid onder het Surinaamse volk moet te allen tijden de leidraad zijn. Eenheid onder ons volk, ook al zijn wij politiek andersdenkenden. Niks gaat boven het beleid, het behoud van onze kostbare eenheid onder ons en onder ons volk. Zelfs de verkiezingen niet. Laat de onafhankelijkheidsgedachte van het bouwen van een nieuwe samenleving met welvaart en welzijn in eenheid en verdraagzaamheid steeds ons kompas blijven zijn. Me forstero a la maranaga residentie. Me forstero dadelijk naga a uitspraak voor a volk. En me onbenadruk eten wan lezi. A gezamenlijke verantwoordelijkheid sabi abiji makandra. Te we go na a moment die dat is. Omdat a moment voor een verkiezing dat na wang. Maar baka a moment dat die omgedoro. Boutersen wijst erop dat Suriname bekend staat om het organiseren van goede verkiezingen. Toch is het belangrijk om de boodschap van vrede steeds te benadrukken. We doen een beroep. Tabasana volk, we zijn overtuigd dat we sap dat hij Sanande bekend tabafasi pa hij organiseer en verkiezingen, maar mega de man nieuw fasi voor een verkiezingsstrijd naar Makandra. En te afvallig taki dat we boygu ede en dat we afkona Makandra en lukufa. Zo terug wat we doen, we gaan samen door de volgende meerpaal. Tot zover president Daisy Boutersen gisteren tijdens een residentietoespraak in Mungo. Het staatshoofd roept op tot saamhorigheid in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.